En dan is het dus zaterdag. En dan staat mijn vlog helemaal klaar. Helemaal gemonteerd en alles. En dan ga ik nog even naar buiten. Dan gaan we nog even naar buiten. En dan kom ik hier bij de haven mensen tegen die op hun buik liggen te fotograferen. En dan blijkt dat allemaal te gaan om de kwak. Ja, dat is dan toch te mooi om te laten lopen, hè, lieve mensen. Dan heb ik helemaal niks bij me, alleen mijn telefoon. Maar dan kan ik dat toch niet laten lopen. En dan komt er een heel spontaan gesprek met een vogelaar. En dan maken jullie, heet van de naald, vandaag kennis met de kwak. Heel veel kijkplezier. Hoi. Hey, goedemiddag. Wat een leuke ontmoeting zo op een zonnige zaterdag. Zeker. Wat zijn jullie aan het doen? Ja, we staan hier bij een hele bijzondere vogel, de kwak. Hij zit hier prachtig op het puntje van de boot. En deze is geringd. Hij heeft een ring om zijn poot. En daaruit hebben we dus afgelezen dat hij uit Tsjechië komt. En hij zit hier nu in Amersfoort. Maar dan toch mijn vraag. Hoe weten jullie dat hij hier zit? Nou ja, er is een website waar je alle waarnemingen kan invoeren. En daar is deze gisteravond ingevoerd. En iedereen uit Amersfoort die vogelaar is, komt dan even kijken of hij er nog zit. En heb je al een mooie foto kunnen maken? Nou, ik heb er net eentje gemaakt. Oh ja. Weet je wat ik even ga doen voordat hij weg is? Ik ga hem ook even fotograferen. Ja, dat zou ik snel doen. Ja. Hey, en wie ben jij? Want ik wil wel even je naam weten. Ik ben Tiemen. Ja, ik ben nog niet zo lang woonachtig hier. Nee. Maar, en gelijkprijs. Meteen de jackpot. Dus ik heb nu een klein filmpje van een bijzondere kwak. Even stil blijven. Deze mensen doen dus heel veel moeite om hem heel mooi op de foto te krijgen. En het is wel grappig om te zien dat er steeds meer mensen komen. Je gaat bijna zachtjes praten ervan, want je wil hem ook niet wegjagen. Dan zijn ze allemaal boos op ons. Altijd gezellig, hè, zo'n vuurtje. Krijgt het al warm? Door naar te kijken. 4 december, de Sinterklaaswandeling. Dat is een mooie jongen. Goedemorgen. Ben je al wakker? Nou. Hey, Govert. Hey, Vera, we zijn in Otterlo op de Veluwe. Is dat lekker of niet? Zeker. En we zijn lekker aan het wandelen. Het is wel fris, maar lekker. Welkom in Otterlo. Otterlo. En we gaan op naar de Koffielo. Koffie. Hartstikke leuk. Mooi.
Wat ontzettend mooi gedaan. Zorgvuldig. Echt mooi. Bijzonder. We eten ook. Poem poem. Lekker gehoord, denk je? Ik vind het niet als lekker. Het is kil. Het is een beetje nat. We hebben een heel eind gewandeld. En het is heerlijk. Oude tijden herleven hier in dit restaurant. Oude filmtijden. We lopen natuurlijk nu in een heel donker park, maar wel absoluut stil is. Helemaal stil. Moet je horen. Maar wel heel leuk verlicht, hè? Overal lichtjes. Ik weet niet of je dat kan zien. We moeten eigenlijk even naar die bomen lopen. Allemaal lichtjes. En lopen we nog even naar daar, of niet? Nee. Donker en stil. Govert, kijk of we jou ook zien. Oeh, ben ik ook. Zo stil is het niet vaak meer in de stad, hè? Nee. Het is echt hartstikke leuk. Kan je best wel een beetje zien, hè? Leuk, toch? Dit is de receptie van het park. Van het park, helemaal verlicht. En uitgestorven. Mooi. En ze zijn ergens een stalletje aan het maken, hè? Zou dat al te zien zijn? Mooi gedaan, hè? Dat ze tegen je zeggen, hang jij de lichtjes even in de boom? Ja, hoe krijgen ze dat zo mooi erin, hè? Vind ik wel knap. En weet je wat zo leuk is? Die lichtjes, ja, je ziet het op beeld denk ik niet, zo donker. Maar die lichtjes weer schijnen allemaal in het water van de grote plas hier. Dit is het stalletje, maar omdat het donker is, kijk, sterren bovenop. Er moet nog een kindje in de kribbe, maar de kribbe zie je niet, want het is donker. Nou, dat ziet er toch hartstikke leuk uit. Kijk, Goof. De veerpont. Grappig, hè? Waar ben ik? Waar ben ik? Ik ben in Schoonhoven. Half augustus was ik hier ook. Samen met de mensen van 60PLUS en dus om te vloggen. Ontzettend leuke dag. Silverstad Schoonhoven, een leuke rondleiding gehad. Nou, ik heb daar toen ook over gevlogd, hebben jullie misschien wel gezien. En toen ben ik ook geweest bij Marianne. Goudsmit Marianne. Bij haar heb ik iets achtergelaten. En vandaag ga ik kijken wat zij daarvan gemaakt heeft. Ik ga het poortje door. Gaan jullie mee? Het is trouwens ontzettend leuk hoor, Schoonhoven. Als je nog eens, het is nu natuurlijk niet zo lekker weer. De veerpoort is dit. Even lezen. Dat zou mijn man ook doen. Mijn man zou alles lezen. Hè? Nu moet ik dat maar even doen. Gebouwd in 1601 bij de modernisering van de vesting. Onderdeel van de waterkering van de Krimpenerwaard. Dat jullie het weten. Kom, we gaan. Op naar Marianne. Misschien moet ik eerst even ergens een kopje koffie drinken. Dus even kijken. Welkom in Silverstad. Dit komt me best wel bekend voor. Ik moet naar de Havenstraat. Het is koud en het is miserig. Dus het is hartstikke rustig. Ik kon dus ook zo mijn auto kwijt. Dat is dan weer het voordeel. Ik denk altijd op zo'n dag, er zouden geen auto's moeten rijden. Mooi hè, zo de achtergrond.
In dat zakje hierachter heb ik een heerlijke cappuccino gedronken. Met een lekker stukje cheesecake. Wat een leuke zaak daar trouwens. Kijk daar, met die roze veren. Govert houdt altijd zijn hart vast als ik zo'n winkel zie. Want dan denkt hij, oh heden, wat gaat ze nu weer meenemen? De Appelstraat. Jullie weten misschien ook, mensen die mij al wat langer kennen, dat ik in 2016 een ongeluk heb gehad met mijn fiets. Waarbij ik mijn pols zeer gecompliceerde breuk op had gelopen aan mijn pols. Ik heb toen lang een mooie zilveren brace gedragen. Die brace had ik bij me toen ik hier in augustus was. En die brace heb ik bij Marianne achtergelaten. Met de vraag, kun jij hier iets moois van maken? En eigenlijk heb ik het gewoon aan haar overgelaten. Dus wat ik straks ga zien, is gewoon een verrassing. En nu ben ik dus bij Marianne. Ik kwam er zelfs tegen onderweg. Hoe gezellig is dat? En ik ga met haar mee naar binnen. Wat leuk dat we elkaar tegenkwamen, joh. Kijk niet naar de rommel, want dat heb ik dus niet. Nee, maar dat vind ik juist zulke leuke rommel. Ja, ja. Dat moet even weg. Kijk, het ruikt hier ook heel... Ja, een houtkacheltje heb ik. Oh, dat is je houtkacheltje. Ja, lekker warm. Zo, ik geef de kijkers naar mijn vlog even een rondleiding, Marianne. Mag wel, hè? Het moment is daar. Ja, kijk, ja, ja, omhoog. Ja. Oh, Marianne, hij is mooi. Zie je de V van Vera erin? Op mijn brace stond Pantarij, alles stroomt, met het infinity-teken. Oneindigheid. Van het, juist, oneindigheid. Wat heb je dat mooi gedaan? Die gaat aan mijn sleutel hangen. En als ik dan hier loop, op deze druilerige dag in december, dan denk ik, hier gaan we een keertje logeren. Dat lijkt mij eigenlijk wel een goed plan. Kijk, dat is het hotel. En dit is de voorkant van het hotel. Moet je je dit voorstellen? Op een zomerse dag. Ik zie dat wel zitten. Nou ga ik de auto opzoeken, want ik krijg het onderhand heel koud. In de regen, dat kan mij helemaal niet schelen, want ik vind het hier gewoon hartstikke leuk. Het giet inmiddels. Echt waar. Maar daar smelten we niet van, hè? En we zijn zo geneigd om te zeggen, dan blijven we binnen. Als het koud is of als het regent. Niet doen om mensen, gewoon naar buiten gaan. Gewoon lekker naar buiten gaan. Want eigenlijk is het gewoon heerlijk buiten. En tegen regen en kou kun je kleden. Genoeg wijze lessen voor vandaag.